Leuk dat je kijkt naar deze video. Geef me alvast een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Oké, dat stukje van 7 uur moet eruit. En dan van een beetje knip het er maar gewoon helemaal uit. Ik denk, ik maak even een extra stukje video voor je. Lebron zit eten mijn hand af te likken. En aan mijn kraag te eten. Oh ja, dat heeft het in de mond. Ah, is het vies. Auw. Hallo. Ik ben paard. En ik hou van eten. Wow. Ah. Het is kietelt. Nou. Ik heb het maar even geïnformeerd. Nou. Dag. Ja, je ziet me nog wel. Maar ja, oké. Eerste buitenrit van het jaar. En ik loop nu voorop. Maar ik kan je vertellen. Het heeft heel veel moeite gekost. Gelukkig hebben we bij ons Tessa. En aan de andere kant Do en Stephanie. Want zij weigerden in alle toonaarden. Was gewoon niet van plan iets te gaan doen. Dus ik heb er heel lang naast gelopen. En ik ben blij dat ik er nu überhaupt op zit. Dankzij die twee dus. Dat gaat wel goed. Brave pony, brave Do. Zo, we zijn weer terug. Terug kunnen we altijd heel goed en heel hard. Daar zijn Do en Tess. Of Do en Bella en Tessa en Steef. En eigenlijk was het uiteindelijk wel een relaxed ritje. Dat was op zich prima te doen. Toen ze eenmaal door had dat ze niet dood zou gaan. Dat ze het echt zou overleven. Dat ik haar gewoon weer terug naar huis zou brengen. Toen ging het allemaal wel weer. Nu zijn we weer terug op de manege. Dus dat vindt ze fantastisch. Zo kan je achter me kijken. Zo hard loopt ze. Die Tribel die gaat gewoon haar eigen gang hoor. Heerlijk. Ja, Veron is zo blij dat ze thuis is. Hard gewerkt buiten en nu lekker rollen. Was een hele opgave. Oh, en jij ook? Even gesprongen. Is lekker hoor. Het is zo mooi die zon. Genieten. Zo, Bel staat even buiten. Lekker aan het genieten van de zon. Met een mooie bondje. Ze staat alleen een beetje scheef. Zo staat ze recht. Maar zo staat ze scheef. Gaat ze weer aan de wandel. Zo haar beentjes afspuiten. Die van mij moeten denk ik ook gedaan worden. Zit daar een popvlek. Ja. Ja, pony. Ja. Tot zo. Waardoor we nu een heel leuk cadeautje voor hem hebben gekocht. Mijn moeder heeft hem een filmpje laten zien van hoe word je een echte instructeur. Ik ga even naar Bella toe. Zo, hoe word je een echte instructeur? En stond er op een filmpje stond van om een koffiebeker te hebben dat je chic uitziet. Dan hebben we een koffiebeker voor gekocht, alsjeblieft.
Oké, ik weet niet wat hier aan de hand is, maar om 7 uur begint je les. Ja, ik kan in 10 minuten opstaan. En het is nu, om precies te zijn, 15:15 en je moet ook nog losrijden. Dus hoe ga je dat doen? Je hebt 5 minuten om los te rijden. Het is toch zo. Toch? Oh, je is helemaal bezweet van dit trailer. 2 wagens, ja. Ik vind het niet cool. Wij kunnen lekker rustig rijden, Jeppe. Kun je me lekker goed kusjes geven? Maar, één voordeel van het warme weer. Je hebt geen koude laarzen meer. Nou, liever wel, want met het warme weer wil je juist een koud zaal. Je dekje omhoog doen, Tess. Je dekje moet nog omhoog. Zo. Lekker gelest. Ging het goed? Ja. En nu even lekker eten en buiten, want het is zo fantastisch mooi weer. Ze hebben net de helikoptertest, de dubbele propeller en enkele propeller gehaald. Tessa vond ze Engels zijn van het leger. Het is heel jammer dat we de camera toen niet in mijn handen had. Want ze kwamen echt nou net boven dat dak uit. Kwam er een dubbel propellerachtig ding voorbij vliegen. En een enkel propellerachtig ding. En als je dan hier, even kijken hoor, waar is mijn vinger? Daar het punt van het dak hebt, dan ietsje daar ongeveer. Dan ging boem, 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 boem. Ging zo voorbij. Dus ja. Maar Geldermalsen zit in de buurt, vertelde Christine. En ze reageerden allebei niet, dus ze zijn allebei geslaagd. Ja, zo. Ja, niet doen. Zo dus. Dus ze kunnen erin en dan gaan we naar huis. Kijk, we hebben wel echt gezweten. Gezweet, ja. Hier zat schuim, hier was een heel. Ja, dat komt van al die stress van jou. Was Tessa de verschrikkelijke? Ja, Tessa de verschrikkelijke was er weer. Dat krijg je als je ietsje ouder wordt, dan word je een beetje puber. Af en toe. En dan gedraag je zo, hè, Tess? Ja. En dan is het moeilijk om nog paard te rijden, toch? Ja. Heb je het gevoel? Zie. Ja. Dit ging vlugger dan op de heenweg. Ja, maar ze gaat ook weer naar buiten. Nou, ze gaan weer naar buiten. Ik zal even helpen. Donderdag, prachtig weer, maar wel echt 28 graden. Dus dat is voor Verona best wel heel erg warm. Dus ze is afgespoten door ons kimmetje en in de paddock geweest. Vanmorgen in de stapmolen geweest met Monique. Super, dankjewel Monique. En ik ga haar nu nog even longeren, maar ik vind het dan te warm om met haar te gaan rijden. Meer voor haar dan voor mij hoor. Dan moet ik wel zeggen, ik heb nog steeds last van mijn elleboog. Kijk. En Christine die tapet hem nu steeds in, omdat het anders niet helemaal haalbaar is. Maar ik kan op Verona rijden zonder dat ik daar speciaal mijn teugels voor nodig heb. Dus dat gaat op zich wel. En dan kan ik met één hand heus nog wel een beetje sturen. Maar toch vond ik het vandaag gewoon een beetje te warm. En heb ik besloten dat ze dan even gaat logeren. En dan doe ik dat. Ik heb 2, hoor ik Tessa schreeuwen. Dankjewel! Hi! Oh, daar, dat zien we niet zo. Tess gaat wel logeren, die is altijd vrij op donderdag. Maar ik moet nog even een zakje peen pakken, want wij laten hier altijd peentjes brengen. Dus dat is heel fijn dat dat gebeurt. En dat het seizoen is wel bijna afgelopen, maar dan gaan ze weer de wei op. Dus we hebben meestal maar heel kort dat we en geen peen en geen wei hebben. Peentjes eentje wegleggen en dan gaan we logeren. Ik zal gelijk een arm update even geven. Nou ja, eigenlijk meer hoe het gegaan is na de val bij het YouTube Live Event. In eerste instantie leek het allemaal mee te vallen. Ik moet ook zeggen dat de blauwe plekken op mijn benen en zo, die zijn aardig aan het genezen. Die hebben de goede kleur. En dat komt allemaal wel goed. Minder gaat het met mijn elleboog. En Christine die heeft er even naar gekeken. En het lijkt erop dat het de aanhechting zijn van mijn pezen. En die doen behoorlijk zeer. Dat vind ik wel heel vervelend. Ik heb er ook echt last van. Ik krijg er geïrriteerd van. Ik slaap slecht. Maar nu heeft Christine, zoals jullie net zagen, een pleister eroverheen geplakt. En dat helpt wel beter, daardoor gaat het wel beter. En nu moet ik, ja, ik kan nog wel, er zit niet zoveel kracht in, dat is een beetje lastig. Op zich kan ik alles wel, maar ik kan bijvoorbeeld met opstappen kan ik niet mijn rechterarm gebruiken. Want die heeft gewoon geen kracht.
Dus dan lig je ernaast als je het verkeerd doet. Dat heb ik al ervaren. Dus nou, we gaan even longeren. En dan ja, gaan we dat maar doen. Oké, okay, ik ben aan het proberen om foto's te maken van Bel. Ik zal je laten zien hoe dat gaat. Dat gaat niet. Ze loopt gewoon met je mee, wat natuurlijk super goed is. Luister, braaf. Ja, je bent een brave pony. Oh, nou gaat ze de andere kant op. Dan ga ik gewoon de andere kant op. Kijk, dan denk ik, nou, ga een leuk fotootje maken. Maar dan blijft ze staan. Misschien kan ik nu wel een foto maken. Lukt dat? Nee. Oh, dan moet ik hem weer aanzetten. Nee. Lukt niet. Hij vindt er wat van. Oké, okay, nou ja, ik ga mijn paard zoeken. Die is Footsie. Ik krijg mijn paard zoeken, Bel. Jee, bedankt. Ja, ik moet even mijn paard zoeken. Die is weg. Paard spoeg. Waar zou die zijn? Waar zou zij zijn? Geen idee. Het is vast de hoek omgegaan. Zoek je paard. Het is een nieuwe aflevering. Nieuwe serie, SBS. Nee, nee hoor. Ja? Waar? Hier! Oké. Okay. Oh! Hallo paard! Ik was je kwijt! De kleine meisje. Waarom was je je pony kwijt dan? Toen je er kreeg? Oh. Oké, okay, nou ja, goed. Ik heb mijn paard gevonden. Ik heb mijn dochter gevonden. Hallo paard. Gaat het goed? Ik wil een foto van je pony maken. Dat lukt niet. Ze loopt met je mee. Wacht. Zo. Wat doe je daarmee? Nou, ik ging een foto maken, maar ze kwam elke keer zo dichtbij dat ik geen foto kon maken. We gaan longeren. Verona kijkt ontstemd. Ze moet even bewegen. Braaf. Ik moet wel iets doen, meisje. Dus krijg je last van je ingewanden. Kom. Juist, afstappen. Mooi paard. Ja? Die witte fles die aan mijn box hangt, hangen daar twee flessen en één daarvan is vliegenspray. En die andere niet. Maar die kan je ook als vliegenspray gebruiken, denk ik. Ja, braaf. Goed zo. Kom maar die kant op. Ja, braaf. Goed zo. Braaf paard. Nou, die pony die wacht gewoon op Tess. Kijk maar. Die staat in de wachtstand. Oefening in luisteren naar de stem. Met galop en draf. Oh. Zullen we ook niet gespoten worden? Nee. Oké. Okay. Ben je klaar? Ja. Oké. Okay. Je bent ook klaar, Bel. Was het zwaar? Nee. Ja, oké. Okay. Die twee ook nog even los. Zo. Hé, lekker hoor. Klaar? Ja. Ga je doen? Nou, naar mijn pony toe. Oh, sorry. Stom vliegje. Oh. Nee, je gaat niet nog meer in spuiten. Dat heeft geen nut. Klaar is klaar. Nee, ik heb haar hoofd niet. Nee, je gaat haar hoofd niet in spuiten. Nee. Oké. Fijn. Ze krijgt een vliegenmasker. Hoe? Oh. Hij kan nu geen ratslag maken, zijn paard erbij. Dat is waar. Eigenlijk moet je je paard een ratslag leren. Dat ja, kan geen enkel paard. Doe maar niet testen zijn paarden bij. Doe maar niet. Joep, sta. En dan Jan roepen zo en dan wee. Ik zie het nou voor me. Bel niet. Met de ratslag. Wee. Bel hebt er nu al genoeg van. Er is een vlieg bij haar oog. Ga vliegen. Je gaat hapjes maken. Goed zo. Even lekker door de plas heen. De voetjes afkoelen. Na het rondje springen.
Ze hebben het warm allebei. Het is wel heerlijk rustig zo vroeg op de ochtend. En je is heel nieuwsgierig wat er allemaal gebeurt daar. Misschien heeft ze een beetje medelijden. Of misschien vindt ze het ook wel gewoon heel leuk. Daar is Verona, die is bezig aan de ochtendwandeling. Hoi Kim. Hoi. Kom hier. Ja. En jij hebt het een heel klein beetje warm. Na het springen. Hallo. Ga je lekker in de douche? Ja. Geweest ben, is het eerste wat je doet. Gewoon even zorgen dat je niks meer ziet van dat je net helemaal schoon was. Lekkere meiden. En je gaat nog een keer. En nog een keer. Zo. Nou, dat is even fijn. Nou, laten we ze even in de zon staan, kunnen ze drogen. Oké, en de laatste Kim. En ook Bella krijgt lekker even een douche van Kim. Het is jammer dat wij en jij niet gefilmd hebben, die vinden het altijd ook wel lekker. Hè? En ook Bella is lekker schoon. Kijk dan, wat een heerlijke schone pony. Oh, wacht. Het zijn brandnetels. Onze lekkere schone pony denkt, ik hou niet zo van schoon. 3, 2, 1. Plof. Fijn hoor, Bel. Heeft Tessa wat te doen vanavond? Zo, ben je trots op jezelf? Ja, mag ik er nu weer uit? En dan de andere dametjes, die staan daar lekker naast. En je komt even kijken bij Bel. Hoi, Enja. Kim heeft lekker in de brandnetels gestaan. Minder handig. Wat zei je? Ah, Bel gaat nog een plekje zoeken. Die gaat nog een rondje. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Geef hem een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En... tot de volgende keer.